Op 29 november organiseer ik in BitMeetMe het cryptocurrency evenement. Bit is een groot datacentrum in Ede en dat heeft een geweldig meet-up centrum. En dat BitMeetMe is het centrum waar al mijn miners staan en waar ze een groot centrum hebben waar je geweldige evenementen kunt organiseren. Ik organiseer dit evenement omdat ik ongelooflijk veel vragen krijg over wat moet ik nou eigenlijk met die cryptocurrencies, met de Bitcoin, met de Ether. Wat is nou eigenlijk de munt die dat doet? Waar moet ik in investeren? Hoe koop ik die dingen? Hoe beheer ik ze? Wat zijn de wallets? Wat zijn de exchanges? Wat zijn de strategieën die ik moet doen? Wat is dat initial coin offering eigenlijk? Moet ik daarin investeren? Hoe weet ik daar alles van? Hoe vind ik communities waar mensen eigenlijk gewoon met elkaar praten en elkaar tips uitgeven? Nou, daar gaan we allemaal over praten. Ik zorg dat er crypto-miljonairs zijn die vertellen over de strategieën die ze allemaal hebben. Je zult mensen meemaken die echt gewoon met 25 euro begonnen zijn en gewoon meer dan 1 miljoen euro nu hebben. En die vertellen je gewoon van wat hun ervaringen zijn. We zorgen natuurlijk voor goede sprekers, voor goede kennis. Maar wat ook heel erg leuk is, is dat je gewoon samen gaat praten met de mensen die geïnteresseerd zijn. Er zijn zoveel investeerders die allemaal verschillende benaderingen hebben. Heel conservatief, heel agressief en die gaan we allemaal ontmoeten. Dus we zorgen ook gewoon voor voldoende ruimte voor het netwerken. De sprekers zullen allemaal 20 minuten spreken, maar er is ook de gelegenheid als je daarna meer wil praten met die mensen, om dan gewoon in breakout sessies, zeg maar, in geweldige ruimtes eventjes van gedachten te gaan wisselen met een kleine groep. Voor een datacentrum vind ik dat bit.nl echt een onwijs coole plek. Ook ben ik zelf met mining begonnen en ik heb al mijn miners hier dus staan. En je kunt hier ook gewoon een rondleiding krijgen. We gaan ook vertellen wat het is om te investeren in mining. En wat de voor- en de nadelen zijn, waar je op moet letten. Hoe je eigenlijk je investmentstrategie kunt plannen. Ik ben goedgekeurd. En dit is een groen datacentrum. En dat gaan we ook laten zien hoe dit allemaal werkt. Aan beide kanten, de inside en de outside. We hebben hier ongeveer 100 van deze miners draaien. En die bestaan uit een voedingje, zo'n doosje en dan een hele hoop draadjes. Internet erin, elektriciteit erin, warmte eruit en ze genereren coins. Hoeveel? Dat vertel ik je dan. Vanaf 2:30 tot 6:00 met geweldige sprekers en daarna een mooie borrel. Dus als je daar wil komen, dan moet je gewoon even nu klikken en dan kom je naar Ede toe. Om 2:30 zie ik je daar.